Dit is de kathedraal van God. Hier is God aanwezig. Maar er staat heel duidelijk in Matthäus, hij gaf de brood aan zijn leerlingen. En die moesten hem delen. En in geloof vermenigvuldigen. In de naam van Jezus Christus onze Heer, Hij die ons gered heeft, verlost heeft en weer op de sokkel gezet heeft.